Zo, daar ben ik weer. Vandaag gaan we het hebben over de Galaxy Note 3 en de Galaxy Note 2. We gaan de boel een beetje vergelijken. Een paar benchmarks draaien, de AnTuTu, die heb ik al gedraaid. En Quadrant Standard, die gaan we tegelijkertijd draaien. En voor de rest gaan we de twee toestellen even vergelijken met elkaar. Nou, de linker is de Galaxy Note 3 en de rechter is de Note 2. Je ziet het al, de Note 2 is een klein beetje dikker en de Note 3 is wat smaller. De vormgeving is ook anders. De Note 2 is wat ronder van vorm en de Note 3 is wat rechter van vorm. Meer denkende aan de Galaxy S2. Achterkant, dat zie je ook, de mooie glimmende achterkant van de Note 2. En de matte, geribbelde achterkant van de S3, of van de Note 3. Je ziet ook een klein beetje de reliefjes erin. En de Note 2, die is gewoon helemaal glimmend. qua sensoren. Nou, allebei hebben ze dezelfde sensoren volgens mij. Alleen de Note 3 heeft dan nog een IR-blaster. Dat heeft de Note 2 dus niet. Als je ze zo houdt, dan zie je ook dat de camera van de Note 3 wat verder uitkomt dan de Note 2. En dat is dan ook het verschil. Dit is een 13 megapixel en dit is een 8 megapixel, zo uit het hoofd. Nou, dit is dan het 4G modelletje. Dus ze zijn allebei 4G LTE. En de pennen, die zitten dus hier. En dan zie je hier nog een verschil. De Note 3 heeft een USB 3.0 aansluiting en de Note 2 heeft dus de gewone micro USB aansluiting. En hier zitten de pennetjes en dit is dan de speaker van de Note 3 en bij de Note 2 zit hij hier. Ik moet wel gelijk erbij zeggen dat de speaker van de Note 2 een stuk beter klinkt dan de Note 3. Nou, laten we even kijken naar de toestellen. Ik zal allebei gaan we eventjes even lekker testen. Kijken wat er allemaal aan staat. Die even uitmaken, die even uitmaken. Nou, ik had de benchmarks al gedraaid op allebei de toestellen. De Note 2 had een score van, even kijken of we dat nog tevoorschijn kunnen halen, 20.751. En op de Note 3 heb ik hem ook gedraaid. Daar schrok ik van. Daar had ik een benchmark van 36.151 score. Dat is dus behoorlijk wat meer dan de oude Note 2. Waar ik heel tevreden mee over ben. Dan kunnen we nog even kijken naar de device info. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal even kijken of ik iets beter kan zoomen. Hup. Even kijken of het wat duidelijker wordt. Nou ja, deze draait dus op 4.1.2. En deze draait OS Jelly Bean 4.3 is dat, hè, volgens mij. Allebei Samsung, hier zien jullie Qualcomm Snapdragon, hier zien jullie een Samsung Exynos 4412. 720 scherm, Full HD scherm, 8 megapixel camera tegenover een 13 megapixel. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat het is. Ja, deze heeft dan de Mali 400 en deze heeft de Adreno 330. 5.5 inch scherm en een 5.7 inch scherm. Hier hebben we 480 dpi'tjes en hier hebben we 320 dpi'tjes. Iets meer dan, de Note 2. Dus op zich allebei gewoon goede, prima toestellen. En ze werken allebei even lekker, vind ik zelf. Nu gaan we de Quadrant even draaien. Die gaan we tegelijkertijd proberen te draaien. Daar gaat hij. Hup, eerste keer. En dan gaan we een full benchmark draaien. Laten we eens even kijken hoe die twee toestellen dat tegenover elkaar gaan doen. Daar gaat hij. Nou, je ziet het, de Note 3 die draait wel iets sneller. Die gaat wel iets sneller, die vliegt er doorheen, lijkt het wel. Maar de Note 2 die gaat ook goed hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd de Note 2 gebruikt. Daarna ben ik even overgestapt naar de S4.
waar ik niet zo tevreden over was. Daar is nu iemand anders heel blij mee waarschijnlijk, maar voor mij was het niet het toestel. Voor mij is de Note 3 toch een heel mooi toestel. En ik ben er tot nu toe heel erg tevreden mee. En daarvoor had ik dus de Note 2 en daar was ik ook super tevreden mee. Nou, zoals je ziet is de Note 3 al klaar met zijn benchmark. En de Note 2 is nu ook klaar. Laten we ze even allebei bekijken. Zo, nou dat is een verschil zeg. Hey. Dat is een heel groot verschil. Ik snap even niet waar dat aan kan liggen. 6.911 tegenover 22.459. Zo, zien jullie dat? 22.000. Niet normaal. Dan laten we eens even verder kijken. Gaan we weer even terug. Hoppa. Hoppa. Nou, laten we eens even kijken hoe ze verder reageren tegenover elkaar. Als ik bijvoorbeeld, nou ja, kijk, het surfen, dat gaat gewoon bij allebei de toestellen gewoon even soepel, vind ik. Hop, deze even op 0 zetten. Wat kunnen we nog meer proberen? De Play Store, laten we daar eens even naartoe gaan. Hop, tegelijk. Nou, gaat prima. Zelfs de Note 2 was even wat sneller. Laten we naar de games gaan. Hop. Nu is de Note 3 weer wat sneller. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, de Note 2 heeft een iets lagere schermhelderheid dan de Note 3. Terwijl ik ze allebei op dezelfde helderheid net heb gezet. Ik zal even kijken of jullie dat kunnen zien. Ja, de Note 3, dat is die. Note 2 is hier. En die staat zelfs iets feller dan de Note 2. Dus de scherm van de Note 3 is toch echt stukken beter. Kijk maar. Stukken helderder, laat me het zo zeggen. Dus dat is wel een mooi verschil. Qua geluid, ja, ik ga geen muziek draaien, want elke keer als ik een muziekvideoclipje draai, dan krijg ik weer gezeur over copyrights. Ik ga het via YouTube doen. Dat is volgens mij gewoon mogelijk. Eens even kijken hoor. Die. En dan gaan we hier terug. Nou, laten we eens even kijken of ik hier een leuk videoclipje heb. En hier nog een keer. Hup. Nou, eerste ga ik hem op de Note 2 draaien. Videoclipje. Dit mag waarschijnlijk. Volgens mij gewoon. Nou, dat klonk dus heel erg hard. Zonder problemen. En nu gaan we het even op de Note 2 doen. Welke was het ook weer? Wat is hier nou? Deze volgens mij? Of... Nou ja, ik probeer deze gewoon. Deze doen we op de Note 2. Ik zet het volumetje ook even wat harder. Even. Dus jullie hebben het even kunnen horen. Ik, naar mijn mening heeft de Note 2 een betere bas erin dan de Note 3. De Note 3 heeft een iets blikkerig geluid, moet ik eerlijk zeggen. Vind ik persoonlijk. En dat maakt het dat het allemaal wat, wat minder bas heeft. Oh, sorry, foutje. Zo, even uitzoomen. Nou, dat was even een korte vergelijking tussen de Note 2 en de Note 3. Mijn volgende filmpje wordt natuurlijk de uitgebreide review over de Galaxy Note 3. Ik zal het nog één keer eventjes laten zien hoe deze twee toestellen met elkaar vergelijken. Dus het zijn allebei hele mooie toestellen hoor. En
Ik was heel erg tevreden met de Note 2. Dus wat dat betreft kan ik jullie zeggen, het is zeker een mooi toestel. En als jullie nu een Note 2 hebben om naar de Note 3 te gaan, nou ja, als je geld te veel hebt, moet je het doen. Maar als je nu gewoon een Note 2 hebt, ja, het is niet echt nodig om over te stappen naar een Note 3. Er is wel wat verschil. Ik bedoel, de Note 3 is wel, hij voelt wat lekkerder aan, hij is wat lichter. En ja, het scherm is iets groter natuurlijk. Hè. Even kijken, ik zal het nog een keer laten zien. Het scherm is ietsjes groter, is echt minimaal verschil. Zie je dat? Ietsjes groter. Maar allebei zijn gewoon toptoestellen voor mijn begrip hoor. Ik vind het allebei hele mooie toestellen. Nou, hierbij laat ik het. Ik hoop dat jullie wat aan dit even reviewtje hebben. En tot de volgende keer bij de uitgebreide review van de Galaxy Note 3.